regering, minister Financiën. Voorzitter, dank u wel voor ook deze hele constructieve ronde, waarin het woord hebben gevoerd de geachte leden Gayalin, Permisser, Vreedzaam, Asabina, Mustaja en Jones. Voorzitter, een heleboel van de vragen die gesteld zijn, die hebben met elkaar te maken. Dus ik ga proberen om in wat samenhangende informatie tegelijkertijd een heleboel van die vragen te beantwoorden. Voorzitter, het steunt de regering om te horen dat er steun vanuit uw college is om die diensten van de staat die ervoor moeten zorgen dat er goed bestuurd wordt om die diensten te versterken, te verbeteren. En de belasting en de douane zijn daar zeker diensten van. En zij hebben, laat me dit zeggen, voorzitter, laat me, heel vaak wordt neergekeken op ambtenaren en heel vaak wordt neergekeken op de belastingdienst en de douane. Laat me uw college geeft soms terecht en vaak onterecht. Soms terecht en vaak onterecht. Voorzitter, laat me u aangeven dat de belastingdienst, belastingdouane, in het afgelopen jaar hun targets gehaald en overschreden hebben. Dat zijn de goede dingen van ons land die we vaak niet aan elkaar vertellen. Maar ze hebben hun targets gehaald en ze hebben die targets overschreden. En wij bedanken ze, want we weten dat die mensen niet altijd de mensen zijn met de hoogste salarissen. En terecht wordt hier ook gezegd, kijk dat die toelagen die we ze toegezegd hebben, dat we dat ook zo gauw mogelijk uitkeren. Voorzitter, ik heb begrepen dat de voorbereidingen rond zijn. Ik heb de indruk dat de volgende keer dat ik in uw parlement ben, dat ik u met zekerheid kan zeggen wanneer die uitkeringen die toegezegd zijn, dat die ook of betaald gaan worden of dat ze al betaald zijn. Ik denk dat die mensen daar recht op hebben. Ik denk dat het terecht is dat het hier gemeld is. Laat het niet zo lang duren. Voorzitter, nog een stuk goed nieuws. Er is gevraagd hoe zit dat met btw-invoering, 1 maand btw. Voorzitter, laat me de volgende gegevens verstrekken. Het bestand aan bedrijven in de omzetbelasting was 1200. 1200 bedrijven waren geregistreerd voor de omzetbelasting en daarvan betaalden 800 tot 900. En met alle kritische kanttekeningen, die soms terecht zijn, en met alle problemen die er zijn, zijn er op dit moment voor de BTW, zijn er geregistreerd 2800. Dus al meer dan 2 maal meer dan in het bestand voor de omzetbelasting geregistreerd was. En de eerste cijfers voor de maand januari geven aan 195 miljoen aan inkomsten voor de BTW. Voorzitter, ik denk dat ook dat goede cijfers zijn die we kunnen noemen. En wat ze vooral zeggen is dat hoewel de leden van uw college volledig gelijk hebben, dat die diensten, dat daar meer mensen bij moeten, dat hun verdiensten beter moeten, dat hun waardering beter moet, dat die mensen presteren. En dat het goed is dat ook vanuit deze plaats, dat ik hier in het huis van het volk dank uitbreng aan die medewerkers die dat met alle moeilijke omstandigheden die we hier geformuleerd hebben, tot stand brengen. Voorzitter, en die dank gaat uit van de kleinste medewerkers bij die diensten, maar die gaat ook uit naar de mensen die de leiding van die diensten hebben gehad. Omdat ik denk dat als er iets is wat we hebben gezien de afgelopen maand, is dat vanuit de leiding van die diensten, van de belasting en de douane, dat die mensen, zoals u zei, zoals het parlement werkt, dat die dag en nacht, dat die 24 uur per dag zich hebben ingezet om de resultaten neer te zetten. Voorzitter, wat gaat er gebeuren met die inkomsten? Ik denk, voorzitter, dat dat een stuk
Het debat is dat we kunnen doorschuiven naar de begrotingsbehandeling straks. Maar voorzitter, ik denk dat het goed is dat ik u zeg dat als we die begroting bekijken, dat die begroting drie grote componenten heeft. Eén, het ambtelijk apparaat. Een grote component aan betaling van schulden. Het is ongelooflijk hoeveel geld betaald moet worden aan schulden en rentes. Allemaal verloren kansen voor onze ontwikkeling. Het is zo, zo jammer. En de derde groep aan betalingen, dat zijn de derde grote groep, dat zijn subsidies. Wij betalen enorm veel subsidies en een deel van die subsidies, dat mist zijn doel. Omdat we het niet altijd geven aan de mensen die het nodig hebben. Maar de subsidies die gaan van 1 miljard naar zeker 4 miljard dit jaar in de begroting. Als we kijken naar die begroting. Maar voorzitter, ik wil niet vooruitlopen op de begrotingsbehandeling. Maar ik denk dat het goed is omdat die vragen gesteld worden. Wat gaan we doen met dat geld? Dat we binnen gaan halen, ook uit deze wet. Dat geld gaat drie grote bestemmingen hebben. Eén, het apparaat en zorgen dat er gewerkt kan blijven worden. Twee, betalingen van problemen die we uit het verleden hebben geërfd en die we moeten oplossen. En drie, zorgen dat het leefbaar blijft voor ons volk. En in dat leefbaar houden dat we de verschuiving maken van objectsubsidie naar subjectsubsidie. Voorzitter, de Belastingautoriteit, SARA, Semi-Autonomous Revenue Agency, zo heet dat. Ik heb twee weken geleden, anderhalve week geleden, met de directeur belastingen afspraken gemaakt met een bedrijf dat gaat helpen om dit te beginnen op te starten. Dit instituut, wat al heel lang op de planken ligt en wat ook uitgevoerd gaat worden. Zijn we de medewerkers aan het overbelasten bij de diensten? Ik denk dat de heer Asabina, dat hij daarin gelijk heeft. We moeten ervoor zorgen dat we niet de goede mensen zodanig belasten dat ze op een gegeven ogenblik uitvallen. Het is belangrijk dat we die diensten van goede regels en wetten voorzien. Er ligt wetgeving bij u. Maar dat we vooral zorgen voor meer mensen. En dat met meer mensen heeft te maken met arbeidsverhoudingen, met beloning, met voorzieningen. Dat is iets wat langere termijn gaat vergen, maar belangrijk. Ook uw geacht lid Mustaja, die heeft gelijk dat als je deze wet ten volle en op de goede manier wil uitvoeren, dat in samenhang moet met andere ministeries en andere diensten en dat ook die andere diensten versterkt moeten worden. Alleen, voorzitter, het is wel goed dat we die wet nu goedkeuren, zodat we beginnen binnen te halen wat we nu reeds kunnen binnenhalen. En ook de opmerkingen van uw geachte lid Jones zijn zeer terecht, voorzitter. Wij hebben in het verleden misschien vaker gedacht dat de oplossing zit in nieuwe wetten. En wij horen steeds duidelijker, zoek het niet in nieuwe wetten, zoek het in handhaving en enforcement. Zorg dat wat er al is, zorg dat dat goed werkt, omdat doorgaans je dan al voldoende kan binnenhalen. Voorzitter, laat me zeggen dat de behandeling in deze ronde geen aanleiding geeft. Ik ben dankbaar dat de complimenten gemaakt zijn. Wij luisteren graag, wij willen graag wetten en het parlement aan beide zijden voegt waarde toe. Hoewel de laatste opmerkingen in deze ronde geen aanleiding geven om nog te gaan sleutelen aan die wetgeving, denk ik dat het toch uitermate zinvol en nuttig is geweest dat die opmerkingen gemaakt zijn en dat ik daarop heb mogen reageren, voorzitter. Dank u wel. Goed, dank u wel. Dan sluit ik de tweede ronde voor de regering. Open de derde ronde voor het parlement, voorzitter, commissie. Ja, voorzitter, zoals geëindigd in de tweede ronde, vooruitlopend naar deze ronde, roep ik het parlement op om mee te gaan, om
voor te stemmen voor deze wet, waarmee wij als land ervoor kunnen zorgen dat we die inkomsten die nodig is, ook in dat deel van ons grondgebied daaruit te halen. Voorzitter, dus ik roep het parlement op om mee te gaan en voor te stemmen. Dank. Goed, dank u wel. Lid Parmese. Ja, voorzitter. Ik zal herhalen wat we eerder gesteld hebben. We kijken heel positief ernaar. En ik met zulke wetten, hoe kan het ook anders dat we de druk op de schouders van de burgers proberen te verminderen. En in dit verband roepen we op, zo gauw als mogelijk, met wet dat de regering met wetten komt over aangepaste overvliegtarieven. Dat gaat ook helpen. Maar als u naar de oppositie luistert, dan hebt u veel meer suggesties krijgt u van ons. Ik roep iedereen op om in het kader van lasten verminderende druk op de burgers om naar deze wet positief te kijken en voor te stemmen. Dank u, voorzitter. Goed, dank u wel, lid Wang. Geen behoefte, lid Vreedzaam. Geen behoefte, Ramsukool. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, deze wet geeft de mogelijkheid om een grote bijdrage te leveren aan de samenleving en de verdere ontwikkeling van Suriname door meer inkomsten te genereren. Dit natuurlijk in het voordeel van het volk die snakt naar verlichting. Wij zullen de uitvoering van deze wet blijven volgen, voorzitter, en ik vraag het college om voor te stemmen voor deze wet. Dank u wel. Goed, dank u wel, lid Asabina. Voorzitter, bedankt. Wij willen het totale college ook vragen, voorzitter, om mee te werken aan de totstandkoming en, van deze wet, voorzitter. Maar wij willen in één adem ook de regering oproepen, voorzitter, om zich agressiever te ontworstelen, voorzitter, van belastingluiheid. Voorzitter, onze wetgeving is sterk verouderd. We vragen bijzondere aandacht voor de modernisering en actualisering van bestaande wetten. En het kan ook zijn dat bepaalde wetten helemaal, in feite, dat ze niet meer functioneel moeten zijn, voorzitter. Nogmaals, we vragen het parlement om mee te werken aan de totstandkoming van dit wetsontwerp. Dank u. Goed, dankjewel. Dit kan appreciëren. Dan sluit ik de derde ronde af. Voor het parlement open ik de derde ronde voor de regering. Minister. Ja, voorzitter. Ik wil uw college dank zeggen voor deze hele constructieve wijze waarop wij met elkaar hebben kunnen praten. Ik voel me deelgenoot van iets uitermate constructiefs en ik ben gewoon blij dat ik hier deel van mag zijn. Goed, dank u wel. Dan sluit ik de derde ronde af, de regering. Dan gaan we over tot stemmen. Ja. Wet van houdende nader bevestiging van het gebied waarover Suriname bevoegd is, regels te stellen met betrekking tot de heffing van verschillende belasting, wet fiscale juridictie. Artikel 1 woord of stemming, artikel 2 woord of stemming, artikel 3 woord of stemming, considerans en intitulé woord of stemming. Het gehele ontwerp wordt thans in stemming gebracht zoals gewijzigd. Wie is woord? Voor. U is tegen, 0. Dat betekent dat deze wet met algemene 41 stemmen is aangenomen. Goed, dank u wel, gefeliciteerd leden en regering. En we zijn bijzonder blij.
Is niet uw eerste woord, toch, minister? Nee, oké, okay, maar dan... Ja, dat gaat vlot en snel. Goed, de minister heeft behoefte om kort wat te zeggen. Voorzitter, ik wil u en het college bedanken. Ik vind dit een wetten met een gouden rand. Omdat ze met algemene stemmen worden aangenomen. En hiermee krijgt ons volk niet slechts wet en regelgeving in orde, maar ons volk krijgt van het parlement eenheid. En wat ik net zei, ik ben dankbaar dat ik deelgenoot hiervan mag worden. Ik denk dat wij het vaak hebben over de verscheidenheid, de verschillen in ons volk. En ik denk dat wat uw parlement vandaag laat zien, dat eenheid niet iets is van theorie, maar van praktijk. En dat dat gegeven kan worden aan ons volk. Ik wil u dankzeggen. Goed, dank u wel. Dan verdaag ik deze vergadering. En ik vraag iedereen om gelijk te tekenen voor die tweede vergadering.